Welkom in onze Adema studio. Naast mij staat Jan-Willem van der Klucht, onze bloembollen-specialist bij Adema. Vorige keer hebben we al meer verteld over Pitcher, een nieuw product in het dompelbad. Afgelopen jaar een mooie introductie gehad en voorafgaand ook een berg onderzoek op de plank. We hebben het de vorige keer allemaal besproken. Twee actieve stoffen, waarvan één nieuwe actieve stof in het dompelbad met een uniek werkingsmechanisme. Ik heb jullie ook toegezegd dat we een technisch advies zullen meegeven met jullie. Kun jij daar iets mee, Jan-Willem? Ja, dat kan ik zeker. Wij gaven vorige keer al aan dat het belangrijk is om te zoeken naar diversiteit in het dompelbad. Ons advies is om in het dompelbad minimaal 4 producten te hebben en minimaal 5 werkzame stoffen. Zodat je eigenlijk langs heel veel kanten de fusarium kunt bestrijden. Dus dat zou ons advies zijn. Dus de precieze samenstelling van het bad is natuurlijk erg afhankelijk van hoe ziet je kwekerij eruit, wat is het assortiment, welke grondsoort teel je. Dus die precieze samenstelling kun je het beste met je adviseur afstemmen. Dus dat zou ons advies zijn om zeg maar, bedrijfsspecifiek met de adviseur naar een dompelbad samenstelling te kijken. Oké. Nou, misschien ook voor u goed om te weten, het product Mirage Elan, voor u misschien bekend, wordt toegepast in het dompelbad. Het is dit jaar het laatste jaar in het tulpen dompelbad dat Mirage Elan gebruikt kan worden. Dus des te belangrijker om ook nieuwe producten aan het dompelbad toe te gaan voegen. Jan-Willem, ik heb natuurlijk nog één hele belangrijke vraag. En dat leeft natuurlijk wel in de markt. Beschikbaarheid van Pitcher dit najaar. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat kan ik. Geen enkel probleem. Pitcher gaat ruimschoots beschikbaar zijn dit najaar. Dus kan eigenlijk door de hele kwekerij gebruikt worden. Oké, nou goed nieuws. Ik denk dat het hem was, hè? Ja. Oké. Nou, ik hoop dat jullie kennis hebben opgedaan. En mochten er vragen zijn, jullie weten ons te benaderen. Dank voor de aandacht. Volgende keer treffen jullie ons met nieuwe onderwerpen. Maar voor nu, tot ziens. Tot ziens.